Nee, ik ga niet. Ik vertik het. Majesteit, u bent niet veilig op Paleis Noordeinde. Ik laat me toch niet verjagen door een stelletje moffen? Nee, ze willen u gevangen nemen, majesteit. U en de regering, ze zijn in aantocht. U moet hier weg. Ach, onzin. En wat weet jij daar nou van? Jij bent alleen maar minister van Defensie. Ik verlaat mij op generaal Winkelman, onze bevelhebber. Die heeft gisteren gezegd dat wij kunnen winnen. Hoort u, majesteit. We gaan verliezen. Nederland verliest nooit. Ik blijf. Ik roer hier. Punt uit. Zo koppig niet te doen. Ah, generaal Winkelman. U bent de enige waar ik iets aan heb. Majesteit, ze zijn te sterk. De Grebbelinie is gevallen. Ach, maar dat is verschrikkelijk. Weet u dat heel zeker? Heel zeker. Dus gaat u alsjeblieft zo snel mogelijk met mij mee. Op de torpedobootjager naar Zeeland. En als dat niet lukt, naar Londen. Maar Londen? U moet het verzet leiden vanuit Londen. De Poolse en de Noorse regering zit al in Londen. Iedereen gaat naar Londen. Is dat niet laf? Het liefst zou ik zo met mijn eigen handen... Majesteit! Alsjeblieft. Goed. Als u het zegt, u bent de bevelhebber. Dan ga ik. Maar met pijn in mijn hart. But I'll be back. Oh. We gaan. Maar ooit zullen we de tirannen verjagen. Ja, ja. De tirannie verdrijven die mijn hart doorwond. De prins mijn schilder.